Nou ja, wat je vanavond wel hebt gezien, dat het een erg overhaast verzoek is. Dat het niet transparant is wat men in voorbereiding allemaal aan afwegingen heeft gehad. En ja, dat zeg maar, de intentie om ons als bewoners op de juiste wijze te betrekken, ja, wel eigenlijk wel een beetje geschaad is. Zeg maar. Ik vind dat men daar niet zorgvuldig mee omgegaan is. En jullie hebben je toen verenigd. Wat zijn dingen die jullie in de komende weken gaan doen? Nou ja, je hebt vandaag gehoord, dat is wel grappig, dat er heel overtuigend is gesproken over bedrijventerrein, maar het is gewoon een agrarisch terrein. En dat werd later ook niet op ingegaan, maar het werd wel bevestigd door Douwe Prinsen. Dus de consequenties daarvan voor de procedure zullen we denk ik met elkaar moeten toetsen. En wat ik niet heb terug horen komen is het leefbaarheidsonderzoek. Ik denk dat dat nog steeds een wezenlijk aspect is om te toetsen. Hè. Wat betekent nou dat je 1000 mensen hier huisvest en wat gaat dat doen met de leefbaarheid van Hardenberg? En ik denk dat daar gewoon een objectief en deskundig onderzoek gerechtvaardigd is. En moet het dan gebeuren voor die besluitvorming die de Raad eigenlijk op 3 maart zou doen, maar nu op 17 maart? Of kan het daarna nog? Ja, in principe zou het daarvoor moeten, lijkt mij. Omdat je dan met elkaar ook de afwegingen kunt maken. En laten we eerlijk zijn, er zit hier een hele raad en iedereen voelt wel de emotie van het op moeten vangen van vluchtelingen. Maar je moet wel de feiten krijgen van materie die voor jou zelf onbekend is om een goed besluit te kunnen nemen. Dus daarvoor denk ik dat het voor die tijd zou moeten. En hoe dat dan moet, ja, dat weet ik niet, maar we hebben in ieder geval al iets meer tijd.